is 7:08. Goedenavond. Je bent verbonden met Ahoy in Rotterdam. Welkom bij Vrienden van Amstel Live, editie 2011. Welkom. De mannen van Bluff zijn al binnen en ze hebben muziekinstrumenten meegenomen. Ik durf er niet op te hopen, mensen, wat hier allemaal voor moois zo meteen gaat gebeuren. We gaan zo met ze praten, maar eerst gaan ze muziek maken. Mag ik een applaus voor Bluff? Hier in de studio van Radio 2, we hebben gewoon lekker live een nummer gedaan. En dan weer op unieke wijze, dat in dit geval een nummer die echt best stevig is. Gewoon met akoestische gitaar en accordeon, wat dacht je daarvan? Terwijl we dat eigenlijk hebben afgezworen, want we hebben een behoorlijk stevig album uit. En we willen eigenlijk gewoon niet meer akoestisch spelen voor een tijdje. Dat doen we over een paar jaar wel weer in de theaters. En ja, het eerste wat we staan te doen is toch weer een akoestisch liedje. Nou, we mochten terug horen dat we met Laura gezongen hebben, met Laura Jansen. We hebben Margarita gezongen van Borsato. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen. En dat was ontzettend mooi. Het gevoel wat wij net konden even herleven om dat liedje terug te luisteren. Weet je, met Thomas en Paul. En om het echt even te horen zonder alle zenuwen. Dat is te gek. Ik ben heel trots. Ja. Ik hoorde het net terug. Ik dacht, ja, dat is precies wat het is. Ja. Het is heel erg mooi. Het is echt met z'n drieën en ieder zijn eigen ding. Dat is heel mooi. Vanaf nu is het bergafwaarts, mevrouw. Dit was het hoogtepunt. Ja, vanaf nu is het alleen maar gewoon minder. We hebben stiekem dan een fotograaf aan het begin van Vrienden van Amstel Live van dit jaar foto's laten maken. En die hebben we op canvas doek laten zetten. Dankjewel. Dat is een cadeautje van Radio 2. Kijk, dit zijn we dus. En dit is de content, dit is echt geweldig. En kijk, als je goed kijkt, dan zie je... Tadaa! Ah, en dit wilden we dan een beetje wegfotoshoppen, maar dat lukt niet. Dan denk je, ze hebben alles al gehad. Goud, platina, de hele muren bij die mensen thuis moet helemaal vol hangen. En dan geven wij ze een simpel fotootje. Een bijzonder fotootje, want dat is de eerste keer dat ze iets terugzien op beeld. Ja, wat zonde genomen. Ik dacht, ik krijg een beetje botox, moet ik hier... Nee. Dank je, dat vind ik heel lief. Ja, vind je leuk? Heel gaaf, ja. Vind ik. Vrienden van Amstel betekent voor mij persoonlijk dat je eindelijk met je vakbroeders daadwerkelijk een diepzinnig gesprek kan gaan voeren. In plaats van heel vluchtig te vragen hoe gaat het met je en dat je weer doorgaat. En vooral heel veel vriendschap, ook echt. Het heet ook de Vrienden van Amstel. Het is niet voor niets, want we zijn met een heel team bezig om hier een mooie show te maken. En als het dan ook lukt... Ja, dan pak je daarna een biertje en dan vier je dat met elkaar. Ik had er wel echt heel veel over gehoord al. En ook door medemuzikanten. Weet je, best wel een beruchte feest ook. Maar om het echt werkelijk mee te maken dat je in een kleedkamer zit. En dan komen de drie J's. En dan komt Frank Boeien. En dan komt... Weet je, mensen komen echt ook bij elkaar op bezoek. En gunnen elkaar echt de nacht van hun leven. En dat voel je vooral backstage. Dat vind ik zo tof. Dat er gewoon... Iedereen high-fived elkaar en vindt het tof en heeft commentaar op elkaar en steunt elkaar. En ja, het is echt feest. Wat dit voor mij betekent is eigenlijk eerlijk gezegd gewoon een heel hoop lol. Weet je wel? Dat is wel wat er heel erg omheen hangt. Zo achter de coulissen, backstage, ook zelfs op het podium en natuurlijk in het publiek. Het is eigenlijk gewoon echt een groot feest. Ja, helemaal te gek. Ik bedoel, ik heb hier nu al 5 dagen gestaan. Morgen nog 1 dag. Het wordt elke dag alleen maar leuker eigenlijk. Het is één grote kroeg. En dat is het unieke van de Vrienden van Amstel. Dat is gewoon de gezelligheid onder de muzikanten. Hier worden hele leuke nieuwe plannetjes gesmeed. Lekker natuurlijk een biertje gedronken. Je hebt eindelijk de tijd om met elkaar te praten. Ik heb het gevoel wel dat ik wat meer vrienden heb nu in de Nederlandse muziekbusiness. Ja, te gek.